Hey! Wat doe jij nou weer hier? Heb jij al die hartjes hier neergelegd? Nou, lof Piet. Ik was bezig met het vullen van schoentjes van de kinderen. Maar ik kwam in één keer een spoor van snoepjes tegen. Wat doe jij hier? Nou, hetzelfde als jij eigenlijk. Ik was ook bezig met het vullen van alle schoentjes van andere kinderen. En toen kwam ik ook al die hartjes hier onderweg tegen. Maar lof Piet, als jij niet het spoor hebt neergelegd, wie dan wel? Dag Pietje. Sinterklaas! Sinterklaas, heeft u al die hartjes hier neergelegd? Ja, lof Piet, dat heb ik inderdaad gedaan. Ik wilde jullie hier naartoe lokken, want ja, ik heb een verrassing. Een verrassing, Sinterklaas? Hoor je dat? Sinterklaas heeft een verrassing voor ons. Is het een grote verrassing, Sinterklaas? Een hele grote verrassing, ja? Pablo, ja. Is het groter dan een PlayStation 5? Veel groter, ja zeker. Is het groter dan een Ferrari, Sinterklaas? Ja, een wat? Ja, zo'n auto. Oh, ja, veel groter dan een auto. Ja, ja. Is het een vliegtuig, Sinterklaas? Ja, het is veel groter dan een vliegtuig. Ja, zeker. Zal ik het maar verklappen? Ja. Ga staan. Jullie staan op de verrassing. Staan op de verrassing? Ja. Ik weet het. Oh ja? Het is deze boot, de cruise schip, Sinterklaas. Oh, is het waar, Sinterklaas? Is het cruise schip de grote verrassing? Jullie hebben het helemaal goed. Want ik dacht, nu kunnen we lekker na pakjesavond op dit cruise schip op vakantie gaan, terug naar Spanje. Op vakantie? Wow, te gek, Sinterklaas. Ja, leuk. Ja. Ik had alleen één probleem. Oh. Ja, dit schip heeft nog geen kapitein. En toen dacht ik, wat is nou beter dan één kapitein? Twee kapiteins. Dus ik wilde eigenlijk vragen, kapitein Love Piet, kapitein Pablo, of jullie de kapitein wilden zijn van dit schip. Niet waar. Pablo, wij worden twee hele grote kapiteinen. Kapitein Pablo en Love Piet. Oh ja. Ja. Weten jullie wel zeker dat het allemaal gaat lukken, zo veilig de haven uit, zonder dat iemand het in de gaten heeft na pakjesavond? Geen probleem, alles komt goed. Nou, dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Schip ahoy! Schip ahoy! Hallo, meneer! Hallo! Kunt u mij misschien vertellen waar de pietercruise van Party Piet Pablo en Love Piet is? Dit is een nachtmerrie! Dit is een nachtmerrie overal van die pieten! Nou, meneertje! Je zo kan niet wel weer, hè? Oh, meneer, dit jasje is echt zo 2018! En dan nog niet te praten over deze blouse! Ik zou een panterbreedje doen. Of nee, zebra. Ja, dat is veel beter, hè, Pieter? Zeg, zou je eens een beetje van me af willen blijven? Weet je wel wie je voor je hebt? Meneer Van Driel? Ah, ja. Nou zie ik het inderdaad. Jij bent dat vervelende mannetje die Party Piet Pablo en Love Piet altijd plaagt. Ik ben Fashion Piet. Aangenaam. Mannetje? Ik ben meneer Van Driel. Meneer Van Driel. Oh, eigenlijk ben je ook best wel schattig. Nou goed, waar is die pietercruise van Party Piet Pablo en Love Piet? Hé, ik hoor hem. Oh, nou fijne dag, en meneer Van Drieltje. Kom, we gaan. Party Piet Pablo heeft een cruiseschip? Daar moet ik meer van weten. Oeh, Pablo, moet je horen als ik hier aan draai. Loop, blijf overal vanaf, anders gaan er dingen mis. Af. Oh, Pablo, ben jij een beetje zenuwachtig? Ja, ik hoor het al. Ja, Loof. Ha, ik ben een beetje zenuwachtig. Kom, we gaan naar de keuken om champagne te halen. Kom. Ja, champagne te halen? Pablo, vind je niet een beetje vroeg voor een borrel? Nee, we gaan het schip dopen met een fles champagne. Oh, natuurlijk, we gaan het schip dopen. Ja. Wat is dat, een schip dopen? Nou, Love, als een schip wordt gedoopt, dan gooien ze daar een fles champagne zo bam tegenaan. Het schijnt geluk te brengen. Ah, op die manier. Ja. Dus als een schip gedoopt wordt, dan gooien ze dus een fles champagne er tegenaan. Precies. Hallo, maar Pablo. Hallo, maar Pablo. Hallo, kapitein Love Piet speaking. Ja, ben mij met stress, Piet. Dit is een dikke bende. Ja, nee. Alle mensen, wat moet je daar doen? Die gastenlijst kan niet. Wat moet ik doen? Nee, stress, Piet. Ja? Je moet de gasten die op de gastenlijst staan aan boord laten. En de gasten die niet op de gastenlijst staan, die moet je niet aan boord laten. Oké, okay, gast op de gastenlijst aan boord. Ja, en die... Oké, heel veel succes. Ja, wat is er?
Ja, dat was een stress, Piet. Het schijnt dus dat hij alle gasten aan boord laat en dat er wel meer dan 100 gasten zijn. Meer dan 100 gasten? Ja. Ik begin zelf stress te krijgen, Lof. Pablo, laat die stress nou eventjes helemaal gaan. Kom, we gaan naar de keuken. Gaan even champagne halen. Oh, waarvoor dan? Nou, dat is voor de token, toch? Oh, goed idee. Schijnt gelukkig te hebben. Pak je speed maar zitten. Ja, pak je speed. Heel veel plezier op de Pietercruise. Hey, kan je niet een beetje uitkijken? Kan je niet uitkijken? Ik heb ontzettend veel stress. Zeg, ik heb nog wat meer te doen vandaag. Sta je op de lijst? Lijst? Welke lijst? De lijst. De gastenlijst. U moet op de gastenlijst staan, anders komt hij niet aan boord. Hey, stresspiet. Hey, versjepiet. Hey. Sta ik op de lijst? Even kijken. Versjepiet, hè? Mm-hmm. Ja, jij staat op de lijst. Dat goed, heel veel plezier. Hé, hey. Sta ik op de lijst? Naam? Ja, schrei daar toch uit, stresspiet. Je kent me toch al jaren. Ik ben meneer Van Driel. Van Driel, ja, oké. Okay. Van Driel. Staat er niet op. Volgende keer weer proberen. Hey, tot ziens. Ik heb nog meer te doen. Goed, volgende. Alsjeblieft. Pietje van alles. Pietje van alles. Ga je gang. Pietje van alles. Heel veel plezier. Goed zo. Meneer Van Driel niet aan boord? Dat zullen we nog wel eens zien. Ik kom zeker wel aan boord. Met de duiven. Met de duiven. Vogelpiet met de duiven. Ga je gang. Pablo, Loofpiet, hallo. Hey, Versjepiet, wat goed om je weer te zien. En alle andere Pieten zijn er ook allemaal. Ja, maar natuurlijk zijn we er. Wij hebben namelijk wel zin in een feestje. Oh, maar Loofpiet, er zit een gat in jouw pak. Dus dat moeten we zo meteen echt eventjes gaan maken. En Pablo, wat dacht jij ervan als we jou vandaag eens even in het blauw steken? Versjepiet, we hebben absoluut geen tijd voor molengedoe. De opening is zo. Hij is een beetje zenuwachtig, Fashion Piet. Trek er maar niks van aan. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Er staat buiten namelijk een enorme rij vol met allemaal bekende mensen en Pieten. Een rij buiten? Ik ga snel kijken of alles goed gaat. Ja. Hij is echt zenuwachtig, hè? Yep. Ja, kom. Piet, goed, jouw dek, dat is dek A, dat is achterin. Ja, je gaat er ook voor. Goed zo. Ah, opa Piet, gelukkig. 1,5 meter van de reling, alsjeblieft. Hè. Je weet hoe het vorig jaar ging. Goed zo. Ga je gang. Ah, volgende Piet. Ja, jouw dek, dat is dek C, dat is helemaal achterin daar zo. Dus loop die kant maar op, dan komt dat goed. Stress Piet! Heb je alles onder controle? Klopt de gastlijst nog? Is iedereen aan boord? Oh. Zit ik in een quiz of zo? Doe eens rustig! Ik ben rustig! Hé, hey, Piet, doe even rustig. Wij zijn rustig! Loofpiet, zijn we compleet? Pablo, volgens mij is er nog één iemand. Eén iemand? Dag hoor. Oh, Sinterklaas. Er is natuurlijk Sinterklaas. Hallo Sinterklaas. Hallo. Sinterklaas, welkom op de Pietercruise. Ja, dankjewel. En inderdaad Pieter, van harte welkom op deze Pietercruise. Nou, dit schip heb ik geregeld, zodat we na 5 december een heerlijke vakantie tegemoet kunnen gaan op de terugreis naar Spanje. Leuk hè? Maar het schip moet natuurlijk wel gedoopt worden. Pablo, had jij nou die champagnefles? Zeker weten, Sinterklaas. Nou ja, de doop is bij deze gebeurd. Ja. Nou, dan is het maar tijd voor een feestje! Nee. Sinterklaas, ja? Kunt u heel even meekomen? Tuurlijk. Dag hoor. Zo. Pablo, wat wilde je me nou vertellen? Hè? Sinterklaas, het is precies 5 jaar geleden dat Lof en ik Pieterliefde hebben gekregen. 5 jaar alweer? Oh, dat is best al wel een tijdje. Ja, ik heb speciaal voor haar iets heel bijzonders gekocht. Wilt u het zien? Ja, natuurlijk, ja. Kijk. Ach, Pablo, wat een mooie ketting, zeg. Ja, en de ketting heet het Hart van de Oceaan. Die ga ik aan haar geven op pakjesavond. Wat leuk. Ja. Wilt u het voor mij bewaren? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, het zou toch zonde zijn als zo'n prachtige ketting zoek zou raken. Hè? Ja. Ja, nou, dan neem ik hem mee naar mijn kamer en dan let ik er goed voor je. Dankjewel, Sinterklaas. Ja, dag hoor. Zag je dat, Van Driel? Dat is een mooie ketting. Ja, die schittert mooi. Die moet ik hebben. Ja, stelen dat mag weer niet, hè. Niet, want daar komen weer problemen mee. Maar die moet ik hebben.
Ik moet deze ketting hebben. Die is heel veel geld waard, ja. Ik moet die hebben. Ik ga hem stelen. Ja. Ja, zit vast. Wat zeg je, Stresspiet? Nee, Stresspiet, je moet toch echt even die snorkel uit je mond halen hoor. Ik versta je niet. Je spreekt Montpelliaans. Sinterklaas, ik zei alsjeblieft uw kopje koffie. Ja, dankjewel. En wat heb jij nou weer aan? Ja, ik ben er helemaal klaar voor, Sinterklaas. U zei met deze cruise gaan we op vakantie. Ik ben er klaar voor. Hallo. Ja, op vakantie ja. Maar pas na pakjesavond. Dat duurt nog wel een tijdje hoor. Nee, trek maar gewoon uit. En doe alsjeblieft je Pieter-uniform weer aan, want we hebben het razend druk. Oké. Hoi. Zeg, Sinterklaas. Ja? Gaat het wel goed, hè? Ja. Nee. Wat bent u aan het doen? Nou, ik ben proberen mijn planningen in te komen, even te lezen en door te nemen en aan te vullen, maar ik kom er niet bij, ik snap er niks van. Planningen, die staan altijd in het grote boek, ik ga het grote boek er niet weggooien, want het toilet al heeft, als het grote boek weggooit, alle planningen staan in het grote boek. Stress! Rustig maar, hè. In het grote boek, daar staat alle informatie over de kinderen in Nederland en Vlaanderen. Maar al mijn planningen, die staan in de computer. En daar staat in bijvoorbeeld naar wie ik toe ga, op visite, of op, bij welke school ik op bezoek kom. En als ik niet bij die planningen kom, dan ga ik vast en zeker ergens te laat komen. Of misschien wel helemaal niet. Sinterklaas, ik begrijp het niet eens. Pablo is heel goed met iPads en laptoppen. Dus die kan dat vast wel voor u maken. Denk je dat? Ik weet het wel zeker. Sinterklaas, ik ga hem gelijk even bellen, want hij is in de stuurhut. Nou, fijn. Oké, blijf zitten. Geniet van de koffie. Ik ben er vandoor. Hoi! Kopje koffie. Waar is de hut van Sinterklaas toch? Moet toch hier ergens zijn? Het is ook zo'n groot schip. Vervelende Pieter. Vreselijk. Stresspiet. Hey, Fesje. Nou, wat heb jij nou aan? We gaan toch nog helemaal niet op vakantie? Nee, dit was ook een... Dit is ook een foutje van mij, is dit. Ja. Ja, ik dacht op vakantie ging, maar was niet zo. Wat heb jij allemaal bij je? Nou, dit zijn allemaal oude kapiteinspakken. Die heb ik gevonden. Cool, hè? Oeh, dat is heel cool. Wacht. Ja, hij zit... Mijn duikbril zit vast. Wacht even. Pak even. Help even. Help even. Opzij. Nee, omhoog. Kom op. Wacht. Sta nou even stil. Ja, ik sta stil. Trek even. Fesje, trek jou niet meer omhoog. Omhoog. Wacht. Hoeveel driebel ben je toch briljant, hè? Nu kan ik de kapitein gaan spelen van dit schip. Dan ben ik de baas van het schip. En dan kan ik ongezien zo de ketting van Pablo stelen. Hallo naar Pablo. Hallo naar Pablo. Hallo, mijn Pablo. Hallo, kapitein Luffy speaking. Hij is stress. Ja, of Pablo naast me staat. Ja, mag ik even? Ja, ik geef hem eventjes. Stresspiet. Hallo, mijn Pablo. Hey, Pablo met Stresspiet. Hi. De laptop van Sinterklaas is kapot. Die laptop van Sinterklaas? Kapot? Ja, kan jij maken? Repareren, ik? Komt goed hoor, komt goed. Ja. Ja, dat is mooi. Spreek ik je later. 5, 8. Goedemiddag, wie bent u? Ik stel hier de vragen, matroos. Rug recht en hoofd omhoog. Pablo? Ja? Wie is deze man? Ik ben kapitein... Kapitein... Kapitein Iglo! Ik ben kapitein... Kapitein Koek! Ik ben kapitein, ik ben de kapitein van het schip. Is dit een idee van Sinterklaas? Het is een idee van Sinterklaas, want die heeft mij gestuurd
om de boel in orde te krijgen, want jullie maken overal een robbeltje van. Geef acht! Zo, en wat is jouw naam met je rode pet en die strakke panties? Party Piet Pablo, kapitein. Party Piet Pablo. Voor jou geen party meer, jij gaat het dek zwabberen. Kijk, alsjeblieft. Hop, 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 hop. Hier heb je de groene zeep. En schoonmaken met die hap. Kom op, hup, zwabberen. Hup, 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 hup. Zo. En jij, roze. Jij gaat, jij gaat de stuurhut schoonmaken. Maar jij gaat eerst mij vertellen waar de kamer van Sinterklaas is. Tweede verdieping. Dan loopt u rechtdoor. Trappetje naar beneden. Rechtsaf, daarna linksaf. Mooi. Oh, Sinterklaas! Ah, Fashion Piet! Oh, zeg, meid! Wat vangt mijn oog nou op? Er zitten allemaal gaatjes in uw tabbert. Dat moeten we echt even gaan maken. Gaatjes? Aan de spijt. Goed. Eens even kijken. Gaatje in mijn tabbert? Meid! Oh ja! Oh, en deze mantel. Er zitten allemaal vlekjes in. Die moeten we echt een keer in de was doen, hoor. Ik heb hem gisteren nog schoon aangetrokken. Blijf even stilstaan. Zo. Ja, klaar. Wat wil je vragen? Nou, ik ben op zoek naar Party Piet Pablo. Weet jij waar die is? Want ik heb een laptop en die doet het niet. En hij moet er even naar kijken. En het... Hij is boven, een dek aan het zwabberen. Het dek aan het zwabberen? Ja. Oh, nou dan ga ik even naar het dek toe. Nou, dankjewel hoor. Dag hoor. Jongen. Sta ik gewoon als Party Piet Pablo hier in mijn eentje een dek te schoppen. Het moet ook allemaal niet gekker worden, hè? Hé, Pablo, jij moet niet vergeten! Wow, wat is het hier glad! Ja, ik moet van de kapitein een dek schoppen met groene zeep, lof. Dus ben ik groene begonnen. Zeep? Ja, ik ben nu bezig. Groene zeep, maar dat is hartstikke gevaarlijk, Pablo. Dat is echt niet goed, straks glijden allemaal mensen hierover uit. Dat kan niet. Nou ja, goed. Wat ik kwam vragen aan jou is, ga je niet vergeten om straks even naar Sinterklaas te gaan? Want er is iets met zijn laptop en daardoor kan hij niet in de planning komen. En nou weet hij niet hoe hij met pakjesavond waar hij heen moet. Sinterklaas, helemaal vergeten. Ik ga meteen naar Sinterklaas. Ja, ja Sinterklaas. Dat is goed. Pablo, ja. Misschien handig om even een bordje in dit te zetten. Want ja, straks sla je hier Pieter erover uit of nog ergens Sinterklaas zelf. Een bordje met glad. Een bordje en Sinterklaas. Ja, ik ga ja, meteen halen. Ja. Ah, daar zijn jullie. Hallo jongelui! Oh. Sinterklaas, hoe voelt u zich? Oh, ik denk dat hij wakker wordt, jongens. Oh, Sinterklaas, hoeveel vingers steek ik op? Stress, Pieter, goed snel. Sinterklaas is net wakker. Wat is er gebeurd? Waar ben ik? Sint, u bent gevallen op het dek. Gaat het goed met u? Sinterklaas? Wie? Ik? Ja, nou ja, u! Nee, dat kan niet kloppen. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Oh nee. Oh, wat is er, Lofpiet? Ik denk dat Sinterklaas zijn geheugen kwijt is geraakt. Zou je denken, Lofpiet? Dat is ramp. Hallo, jongelui. Wie zijn jullie? Hij is echt zijn geheugen kwijt. Maar dat is verschrikkelijk. Was Sinterklaas die zijn geheugen kwijt is? Is er geen Sinterklaas? Die geen Sinterklaas? Geen pakjesavond? Geen paniek. O jee, Sinterklaas is zijn geheugen kwijt. Dat is niet zo best. Ik moet maken dat ik wegkom. Maar ik moet eerst die ketting van Pablo hebben. Ik moet die ketting van Pablo hebben. Oké, we hebben nu dus twee grote problemen, hè? Eén, Sinterklaas is zijn geheugen kwijt. En twee, er loopt hier nog steeds een nepkapitein rond op het schip. Lofpiet, we moeten hem vinden. Ja, en we moeten dus Sinterklaas zijn geheugen terug laten krijgen. Oké, ideetje. Stresspiet en Fashionpiet. Als jullie nou ervoor zorgen dat Sinterklaas zijn geheugen op een of andere manier weer terugkrijgt, dan gaan wij achter die nepkapitein aan. Ja, top idee. Ja, gaat helemaal goed komen. Laten we naar de stuurhut gaan. Daar is hij waarschijnlijk. Kom. Oké, succes. Zeg, waar is dit ding voor? Natuurlijk, de vogel is gevlogen. Waar kan je nou heen zijn? Ja. Overal, Pablo. Echt overal. Dat is nou het hele grote probleem. Dit schip is mega groot. Halt! Steek je vinger in je oor. Ga op één been staan. En mars, 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 mars. Wacht, Lof. Ik heb een idee. Er zijn natuurlijk heel veel pieten aan boord hier, hè? Let op. Oh, kapitein spelen is zo leuk. Attentie, hier spreekt
kapitein Pablo. We hebben een probleem. Er is een nep kapitein aan boord. Hij draagt een nep kapiteinsjas en een nep kapiteinsmuts. Als je hem vindt, breng hem naar Sinterklaas. Dit is Kindertuin. Eindelijk. Oh jee, ze zoeken me. Ik moet zo snel mogelijk wegwezen. Ik moet die ketting van Pablo zitten pakken te krijgen. Oh jee, daar heb je die pieten. Ik moet er vandoor. Slim van jou, Pablo. Dankjewel, Lofiet. Echt slim deze. Dankjewel, dankjewel. Zeg, juffrouw. Zeg het nou. Wie ben ik nou? Sinterklaas. Sinterklaas, ja. Ben ik dan niet Hugo of Bart of Henk? Nee, Sinterklaas. U bent Sinterklaas. Sinterklaas. Ja, maar waar woon ik dan? In Spanje. In Spanje? Ja. Oh, dat is wel lekker warm. Maar wij zijn nu niet in Spanje. Wij zijn nu in Nederland. Ja. Ja, dat klopt. U komt ieder jaar op bezoek in Nederland en in Vlaanderen. Waarom dan? Nou, omdat u jarig bent. Maar waarom kom ik dan op bezoek in Nederland en Vlaanderen? Om cadeautjes uit te delen. Wie doet er nou zoiets op zijn verjaardag? Ja, nou. Cadeautjes uitdelen aan anderen? Ja. Wat een gekke werk. Hoe oud is die Sinterklaas dan wel niet, hè? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Ik heb een goed idee. Ik heb een fotoboek en ik weet zeker als ik die aan u laat zien, heeft u gelijk al uw gedachten weer terug. Ik ben zo terug. Blijf zitten. Heb jij al iets gezien, Lofiet? Nou, Pablo, ik zou je zeggen, ik zie echt helemaal niks, weet je dat? Nee. Ja, ik zie ook... Lofiet, want de zon houden. Je moet vooruit kijken. Alles om. Nee, zo nog. Nee, alles, sorry. Ja. Zo? Nee, alles oprecht. Ja. Zo! Komt-ie. Oh, ja. Ja! Oh, ja, dit is al veel beter. Binnen, denk ik. Goedendag, Sinter, meneer. Ik ben de kapitein van het schip en ik kom uw kamer inspecteren. Oh. Ik kom uw kamer inspecteren op zeeluis. Juist, zeeluis. Ja. Wat is zeeluis? Zeeluis, dat is een luis. En en die eet de tafels op en de stoelen. Ja. Juist. Ja. Ken ik u toevallig niet ergens van? Nee, denk ik. Maar zou ik de kamer kunnen gaan inspecteren? Wat moet dat? Moet. Dus gaat u gewoon. Fijn, dan ga ik gelijk beginnen. Even inspecteren. Zo, nou. Even kijken door waar de luisjes zijn. Even kijken. Nou, zijn deze van u? Oh! Hey, Stresspiet. Hey, wat heb je dan? Nou, dit is het grote Sinterklaas fotoboek. En ik weet zeker dat als Sinterklaas dit ziet, dat hij gelijk zijn geheugen teruggeeft. Echt waar? Ja. Mag ik kijken? Ja, eens kijken. Oh, kijk nou hoe schattig. Wat? Hier heeft hij zijn eerste mijter op. Ja, ik zie het. En, leuk. Oh, deze is ook leuk. Hier zit hij voor de eerste keer in bad. Oké. Gezien. En wat is jouw idee? Tada! Ja, één klap met deze hamer op het hoofd van Sinterklaas en hij heeft gelijk zijn geheugen weer. Goed idee, nou, ben jij wel helemaal goed bij je hoofd? Je gaat Sinterklaas dus niet slaan met een hamer. Bedenk maar iets anders, mafkees. Maar het werkt altijd in tekenfilms. De kapitein, is het gelukt? Ja,
Ja, nou, ik heb alles geïnspecteerd. U heeft nergens last van... Zeeluis? Juist, ja. U heeft geen last van zeeluis, nee. Gelukkig dan maar. Hè? Ja, ja. Ik wens u een zeer prettige dag verder, hè? Een zeer prettige dag verder. Ja, ja, dag. Tot ziens, hoor. Oh, dag. Ja, dag, dag, ja. Dag, dag. Oh, het is me gelukt. Ik heb de ketting van Pablo. Oh, het is die mooi. Pablo, Pablo, ja. Ik zie hem, ik zie hem. Lof, waar zie je hem? Kijk, Pablo, ja. Die nepkapitein. Hij staat daar. Lof, kom, we gaan hem pakken. Ik is niet Pablo en Lof niet. Het lijkt alsof hier een bom is ontploft. Een bom ontploft? Nee hoor, nee, nee. De kapitein is hier geweest voor een onderzoek naar een zeeluis. De kapitein? Versje Piet, wij hebben net de kapitein. Mooi. Yo, wat is hier gebeurd? Wat een rommel. Ja, Sinterklaas zegt dat de kapitein hier is geweest. Sinterklaas? Was de kapitein hier? Oh, je bedoelt mij? Ja, de kapitein is hier geweest voor een onderzoek naar zeeluis. Dat zijn van die beestjes die de tafels en de stoelen opeten. Maar die hebben we niet hoor, dus niks aan de hand. Oh, nee, hij is weg. Wat is weg? Jouw verrassing, Love, Piet. Ik had voor jou een cadeau gekocht. Voor mij? Pablo, ik denk dat de kapitein hem heeft gestolen. De kapitein? Ook dat nog? Ik ben Sinterklaas. Sorry, Sinterklaas. Zei u wat? Ik ben Sinterklaas. Kijk, dat ben ik. En dit is mijn lieve trouwe paardje Amerigo. En kijk mijn paardje zo snel. Sinterklaas, hij heeft zijn geheugen terug. Ik herinner hem alles weer. Party Piet Pablo. Sinterklaas, je herkent me nou nog. En ik Sinterklaas, hoe heet ik? Natuurlijk Stress Piet. Ik bedoel natuurlijk Love Piet. En jij bent Fashion Piet. Ik weet alles weer. Sorry dat ik stoor, maar... Ah, is hij weer bij kennis? Mooi. Kunnen jullie even meekomen? Want de pieten op het dek worden zeer ongerust. Pietje, mag ik even de aandacht? Pietje? Ho, 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 vrolijk kerstfeest! Ah, fijn. Bedankt voor jullie aandacht. Pietje, met mij gaat het inmiddels weer uitstekend. Ik heb mijn geheugen terug. En ten tweede, zoals jullie wellicht weten, is er een verstekeling van een nep-kapitein aan boord. Toch, Pablo? Ja, hij draagt een kapiteinsjas en een kapiteinshoed. Dus we moeten hem vinden. Ja. Inderdaad, want anders gaat de vakantie gewoon echt niet door, jongens. Nee. Nee, daarom is het belangrijk, Pieter, dat jullie je oren en je ogen goed open houden. En als je hem dan ziet, dan... Dan pakken we hem. Inderdaad, we gaan eens even laten zien wie hier de echte baas is. Yeah. Nou, kom op Pieter, aan het werk. Oh, de ketting. Ik heb de ketting. Kijk eens. Oh, wat een mooie ketting. Oh, die is vast veel geld waard. En als ik die verkoop... Dan heb ik ineens heel veel geld. En als ik rijk ben, ja, dan wil iedereen vriendjes met mij zijn, ja. En dan ben ik nooit meer alleen met kerst of met mijn verjaardag. Ik moet nog wel van het schip af zien te komen.
Het is zo groot hier. Oh, ik ga vast verdwalen. Oh, mami. Mami, help. Oh, mami. Hey, Pablo. Hier ben je. Hey, Lofpiet. Waar denk je aan? Ik denk aan pakjesavond, Lofpiet. Zal het wel goed komen dit jaar? Er gaat altijd wel iets missen. Staf vergeten, boek kwijt, noem maar op. Het gaat nooit in één keer goed. Pablo, het komt toch ieder jaar goed? Maar Lofpiet, er gaat elk jaar wel iets mis. Ja. Nee, maar Pablo, ik weet het zeker dat het dit jaar ook gewoon goed komt. Weet je wat we doen? We zetten ons wekker morgen super vroeg en dan gaan we hem gewoon vinden. Goed idee, Lofpiet. Laten we een plattegrond nemen van het schip. Dan zoeken we elk ruim en dan vinden we hem wel. Precies, dat gaan we gewoon doen. Ja. Doen. Hey, goedemorgen, Fresh & Beat. Wij zijn de kapitein aan het zoeken. En dat moet zo vroeg? Ja, want Pablo die heeft een plattegrond. En daarom kunnen we alle ruimtes super goed zien en kunnen we heel erg goed zoeken. Kan een Piet eens met hem al mee douchen? Sorry, Stress Piet, we zoeken de kapitein. Tatiaan, hallo? Attentie, attentie. Hier spreekt Sinterklaas. Willen Partypiet Pablo, Lofpiet, Fashionpiet en Stresspiet zich melden in de stuurhut? Dank u. Eén bericht. Hoe gaat die uit, die microfoon? Oh, dag hoor. Kom, op naar Sinterklaas. Ja, kom mee. Ik ben al onderweg. Ik ga even een onderbroek aantrekken. Ja, en om hoeveel pakjes gaat het dan? 300.048. Zoveel? Ja, het is echt veel, Sinterklaas. Nou, breng alle pakjes die niet passen dan maar naar het ruim. Ook dat is ja. Fijn, is het goed? Nee, dat is helemaal goed. Nou, ja. Dat is fijn, Sinterklaas. Dag, ja, hoor. Dag, hoor. Sinterklaas. Ja. U had geroepen. Ja, Pietje, dat klopt. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Ja, we zitten met een kleine uitdaging. Ja, de pakjeskamer van het kasteel is tot de nok toegevuld. Er kan geen pakje meer bij. Nee, en de overige pakjes, die moeten ergens naartoe. Dus ik heb de pakjespiet gevraagd of hij alle pakjes naar het ruim wil brengen. Oh jee, Sinterklaas. We hebben al heel veel pakjes mee, ja, Sinterklaas. Inderdaad, heel veel pakjes. En we zitten nog wel met een probleem. Namelijk een nep kapitein in het ruim. Sinterklaas, geen probleem. Als hij hier in het ruim is, dan pakken we hem. Nou, fantastisch, ja. Partypiet Pablo. En wat doen Stresspiet en ik? Stresspiet en jij kunnen wel pakjespiet gaan helpen bij het verslepen van al die cadeautjes. Super. Ja. Nou, hup Pieter, kom op aan het werk. Oh ja, een laptop. Ik moet dat toch maar eens aan Partypiet Pablo vragen. Fascinerend! Jeetje, Mina. Oh, maar wat gebeurt er als ik aan deze hendel trek? Je moet toch eigenlijk een bordje bijstaan, hè? Van pas op, gehoorbeschadiging. Pablo, waarom ren je nou zo snel? Die toeter komt uit de machinekamer. Daar is hij vlakbij. Als de kapitein daar is, dan hebben we hem. Oh, ik hoor hem aankomen. Daar is hij. Lofpiet, er is hier niemand. Sst. Wat is er? Misschien heeft die nepkapitein zich hier wel verstopt. Laten we heel zachtjes en voorzichtig gaan zoeken. Goed idee, Lofpiet.
Lofpiet, wat is er aan de hand? Die nepkapitein! Die nepkapitein is meneer Van Driel! Meneer Van Driel? Waar is hij heen? Hij ging die kant op, kom mee! Ik ga niet meer. Ik wil niet meer. Het hoeft allemaal niet meer. Gaat het? Ik ben kapot. Het zijn zoveel pakjes. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Nee, kom op, nog een paar keer heen en weer en dan zijn we klaar. Weet je wat ik hoop? Dat ze die nepkapitein snel vervangen. Maar het zou toch zonde zijn als die nepkapitein in de buurt van die cadeautjes komt. Het zijn hartstikke dure cadeautjes. PlayStation 5 en een Xbox met FIFA 18. Stelletje snakken! Kom, we zien, kastje zeker open! Ga niet los, Piet! Hij zit vast! Oh. Maar Pablo, hier zitten alle pakjes in van pakjesavond! Oh, dit is een lang! Loop, Piet! Het gaat niet! Hij zit muurvast! Nee, ik heb gelijk, maar hoe gaan we die deur nou open krijgen? Geen idee! Meneer Van Driel! Oh, of wat? Wat dan? Dan laat ik deze boot zinken! Ja. Met jou erbij! Oh ja, dat zal wel. Nou, ik blijf lekker hier hoor. Lofpiet, dat is een goed idee. Wat is een goed idee? Die boot laten zinken. Die boot laten zinken? Hoe wil je dat gaan doen dan? Ja, niet echt, voor het neppie. Wacht, blijf hier, ik ben zo terug. Oh, wat een drama, die laptop. Ik kom er gewoon niet bij. Zo, Sinterklaas, alle pakjes liggen in het ruim. Ah, Pieter, fijn, dank jullie wel. Nu nog even het probleem met die laptop oplossen, want het lukt me maar niet. Heeft u nog steeds problemen met dat ding? Ja, en ik moet toch echt mijn planning even bekijken, want anders weet ik niet bij wie ik op visite moet op 5 december. Sinterklaas, we hebben de nepkapitein. Nepkapitein, weet waar hij... Oh, waar is hij? Ik maak een visstick van hem. Stresspiet, rustig. Waar is die Pablo? We hebben hem opgesloten in het ruim met de pakjes. In het ruim met de pakjes? Ja. Dat is dikke stress. Dat is dikke stress. Wat een vervelende situatie. Ja, en ik weet wie het is. Wie dan, Pablo? Meneer Van Driel. Meneer Van Driel. Dus, ik weet hoe we hem kunnen pakken. Oh ja, wat ben jij van plan? We laten de boot zinken. De boot laten zinken? Ja. Hoe dan? Luister goed. Meneer Van Driel? Ja? We zitten hier al een uur. Kom je eruit? Nee, natuurlijk niet. Ik blijf lekker tussen al deze cadeautjes zitten. Die cadeautjes die zijn niet voor jou. Die zijn voor alle kinderen. Maar er zit toch nog wel één cadeautje voor mij bij? Ja, dat ligt eraan. Waaraan? Ja, of je wel lief bent geweest. Lief? Ik probeer ieder jaar lief te zijn, maar het lukt me nooit. Mensen zijn ook niet altijd lief tegen mij. Waarom zou ik nou lief zijn tegen de kinderen en tegen de mensen allemaal? Het ligt toch helemaal niet aan wat andere mensen doen. Het begint allemaal bij jezelf. Als jij nou iets lief doet tegen andere mensen, dan doen die andere mensen ook weer heel erg lief tegen jou. Is dat echt waar? Ja, echt waar. Kom je er nou uit? Nee, ik blijf hier zitten. Je zit me voor de gek te houden, Lofpiet, met je kletspraatjes. Waarom zal ik nu lief gaan doen als ik alle cadeautjes van de wereld heb? Lofpiet, ik ben er. Oh, dat duurde lang. Wat heb je allemaal bij je? En mijn water en een alarmknop. Als ik je een teken geef, dan druk je hierop. Wat ga je daarmee doen? Gaan we daar. Let op. Komt hier. Oh, water! Nu! Oh, ze laat het schip weg, Jeetje! Oh, ik moet weg hier! Oh. Help! Ze laat het schip en vrouwen en niet verliezen! Help!
als je weet wat je ziet. Oh, hier, hier, hier. Help! 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 Zo, Van Driel. Welkom op het vasteland. Je hebt voor heel wat ellende gezorgd. Inderdaad, Sinterklaas. Wat gaan we doen met die meneer Van Driel? Oh, dat weet ik wel, Party Piet Pablo. Van Driel gaat mee op vakantie. Vakantie? Sinterklaas? Nou, mooi niet mee hoor. Oh, jawel, Love Piet. Want wij gaan lekker ontspannen en relaxen. En Van Driel? Van Driel gaat een dek zwabberen. Alsjeblieft, Sinterklaas. Ik haat schoonmaken. Eigen schuld, dikke bult. En nu, meekomen jij. Love Piet, het is een bijzonder moment. Waarvoor? Nou, Love, het is vandaag precies 5 jaar geleden dat wij met elkaar Pietenliefde kregen. Echt waar? Ja, en daar heb ik iets heel bijzonders voor. Kijk eens. Oh, een ketting! Ja. Oh, wat is hier mooi, Pablo. Wat lief van jou. Dankjewel. Oh, daar zijn jullie. Ja, Sinterklaas. Mooie kettingen, Love Piet. Hij is fantastisch, Sinterklaas. Ja. Pablo, ja. Jij moet nou toch echt eens even naar mijn laptop kijken. Want ik kom er geen wijs uit. Oh. Ik moet toch echt even beginnen met mijn planning. Want het is pakjesavond. Laat eens even kijken, Sinterklaas. Sinter, zie je het al hoor. Ja. Je bent niet verbonden met de mijterhotspot. Kijk, de wat? De mijterhotspot. 1, 2, 3, dat doe ik zo. Kijk, je kan er in de cloud bij de planning. Oh, kijk nou eens. Ja, hij doet het. Ach, kijk. Ja, Pieter, we gaan naar Linda en we gaan naar Thijs. Oh, is Sinterklaas. We gaan ook langs bij Evelien en Jip. Oh, ja. Ja, en niet te vergeten Ali en Mohammed, Sinterklaas. Dat wordt één groot feest. Nou, dan is ook dit probleem opgelost. En dan kan eindelijk Sinterklaasavond beginnen. Wat een feest. Oh, en na pakjesavond, Sinterklaas, dan gaan we eindelijk op vakantie op de Pietercruise. Heerlijk. Dit wordt de beste pakjesavond ooit. Ja. We zijn er! Het feest kan beginnen! Ja, nou Pieter, wat een feest! Zo, zijn we allemaal compleet? Ja. Nou, ja! Dan kunnen we beginnen natuurlijk! We gaan de daken op! Kom op! Pieterliefde! Hello Piet! Pieterliefde! Samen pakjes maken. Samen wel eens in de zakken. Samen pepernoten bakken. Samen slapen op de pietenzaal.